vuur teken dat wij over enkele momenten gaan starten met weer een nieuwe ronde, met weer zo'n nieuw spektakel. En in die eerste voorstelling van vanmiddag, vier verschillende onderdelen. Als eerste presenteren wij u Bob Wetzel. Hij gaat rijden met zijn motor, met zijn machine, van onderuit die ketel tot op een hoogte van 6, 7 meter. Rakelings langs die veiligheidslijnen. Hij presenteert u dan zijn solo-rit aan Stijlwand. Als tweede onderdeel, motoracrobatiek. Wederom met die motor hier binnen tegen die loodrechte muur. Maar dan ga ik daarop staan. Eén hand los van die machine. En laten zo dat geheel de vrije loop hier in die autocilinder. Als derde onderdeel, dat levensgevaarlijke loopingrijden. Bob Wetzel, zijn specialisme. Van onderuit die ketel, steeds sneller, steeds hoger. Naar boven aangekomen, die juiste snelheid bereikt. Geeft je ruk aan het sturen, telezaakje zo naar beneden. En als u dan denkt, hij rijdt zich te pletteren en valt zich dood, vangt hij het hele spul weer op, maar komt kaarsrecht omhoog. 10, 15 keer. Centimeters dikke veiligheidskabels. Er kan u absoluut niets gebeuren. Laatste, als klap op de kapel, de rit des doods. Twee motoren, twee machines, boven elkaar, onder elkaar, kriskras door elkaar heen. Centimeters verschil tussen die sturen en tussen die wielen. Kassa, er aan uw rechterzijde. En dan gaan we over enkele momenten starten met onze eerste avondvoorstelling. Allee, allee, allee. Entree, entree, entree. Voor dat internationale motor en skeltenvariété. De juiste tijd, een mooie gelegenheid om dat motorsporttheater te gaan bezoeken, dames en heren. Het is dan ook het laatste motorsporttheater, die laatste Stijlwand, die er nog te vinden is in de Benelux. Het zijn ook de laatste motorduivels. Zij lanceren nu hier een programma, dames en heren, waarover u nog weken, maanden zult spreken, zult redeneren. Hoe het mogelijk is dat die motoren en die skelter hier binnen blijven kleven tegen die loodrechte muur, tegen die loodrechte wand. Sluit u aan, voorzien zich van uw toegangsbewijzen. Er zijn er enkele goede plaatsen beschikbaar, vlak aan die rand van die hatencilinder. Het zijn niet de rustige momentjes, u kunt hier rustig en kalm even een kijkje gaan nemen. Ja, onze rijders, onze artiesten gaan naar binnen, dames en heren. Voor u betekent dat het spektakel over enkele momenten een aanvang zal gaan nemen. U kunt zich nog voorzien van uw toegangsbewijzen, want wij gaan starten. Ja, wij gaan starten met z'n nieuwe rit, met z'n nieuwe ronde. Allee, allee, allee. Entree, entree, entree. 15 minuten lang een non-stop motor- en skeltersportprogramma. Ja, mevrouw, de juiste tijd, de mooiste gelegenheid. Vanmiddag was er hier nog vechten, haren trekken om een plaatsje te bemachtigen. Zijn nu de rustige momenten. U kunt nu rustig en kalm een kijkje gaan nemen. En u hoeft niet bang te zijn, want u bent hier beveiligd door 3 centimeter dikke stalen veiligheidskabels. Er kan u absoluut niets gebeuren. Als wij daar tegenaan rijden, vallen we gewoon naar beneden. Maar ons publiek is ten alle tijden beveiligd. Allemaal hartelijk welkom hier in ons grote sporttheater. Wij verzoeken u vriendelijk, hou de handen en de lichaam zeker buiten de rand van de kop, om geen stijlkabels vast te houden, want die kunnen wel eens geraakt worden. Als eerste presenteren wij u Bob Wetzel met zijn solo.
met de volle wagen. Het volgende onderdeel van ons programma. Paul Detson met zijn specialisten. Het levensgevaarlijke looping rijden. Kunt komen halen en met een beetje geluk ook die drie kussen van die jonge dame. Dames en heren, mooi.